Goedenavond. Wij zijn hier in het Zwaantje in Ottersum bij de biertapwedstrijden van deze regio. Bij mij staat de heer Ruud Meegens, toch wel bekend in het Genepse oud-Genepenaar, want hij heeft Royale gehad. Ja. Maar we hebben nu deze biertapwedstrijden. Wie doet dat organiseren? Wij hebben een biertapcommissie in het Land van Kuik. Het bestaat uit 7 mensen die organiseren ieder jaar deze voorwedstrijd voor de nationale kampioenschap. Kan iedereen aan meedoen? Ja, alle horecabedrijven kunnen deze wedstrijd deelnemen. In de regio Land van Kuik. En wat is er dan, degene die deze wedstrijd kan winnen, wat gebeurt er dan mee? Het is namelijk zo, de nummers 1, 2 en 3 van deze regionale wedstrijd, die gaan in januari 2016 naar de Horecava in de Rij strijden om het kampioenschap van Nederland. Biertappen. En hoe vaak wordt zo'n wedstrijd georganiseerd? Hier in de regio 1 keer. Dat is in alle regio's. In Nederland. 1 keer per jaar? Ja. En is er ook al bekend waar de volgende wedstrijd gehouden wordt? Nee, er wordt vanavond helaas geloot. Dat kan ik nu niet over vertellen. Dat kan ik niet over vertellen. Nee. Ik kan alleen zeggen dat die finale in Amsterdam is in januari. Ja. Niet je zegt. Maar ze moeten dus echt hun best doen, de deelnemers, om verder te komen. Ja, er worden op hele veel kleine puntjes gelet. Daar is deze bierwedstrijd niet zo. Zoals in het weekend in biertappen, in de feestcafés of in de discotheken. Hier gaat het echt om werkelijkheid, hoe dat een glaasje bier getapt moet worden. En dat is natuurlijk een heel ander verschil. En als we 10 glazen bier onder de kraan staan en niet afschuimen. En deze vanavond proberen wij die zeer zeker de jonge generatie te leren hoe dat het wel moet. Daar zijn ook eigenlijk deze bierwedstrijden voor. Maar goed, want als ik hier kijk, dan zie ik toch behoorlijk veel jeugd dat er toch aan mee bent. Ja, nou, dat is gelukkig. En de hoop ook, ja, die wij dus hadden. Ja, dus, er vallen helaas meer iets oude horecaondernemers af. En we proberen natuurlijk steeds ieder jaar, en zeer zeker, de jeugd hier naartoe te brengen. Want ja, want tenslotte moet het daar toch verder op termijn. Ja, ja, klopt. Dat is eigenlijk ons leven. Ja. Daarom die biertapwedstrijden. Dank je voor deze uitleg. Oké, graag gedaan.